Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. En van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, die meneer is nog steeds niet in orde, wil nog steeds niet eten. En ik ben net even weg geweest om wat boodschappen te doen. Tenminste, wat, een klein beetje vleeswaren en voor meneertje op de bank. Ik ben bezig de vaten zo leeg te halen. Ik ben bezig met koffie. Dus ik doe alles weer tegelijk en ik krijg straks een visite. En ja, ik ken ze niet en ik ken ze wel. Ja, ik kan ze niet meer, laat ik het zo zeggen. Ik kan ze van vroeger. Dus ja, dat wordt leuk. Ja, of ik ze mag vloggen weet ik niet, maar dat merken we dan wel weer. Maar ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Het is heel ander weer. Het is triest. Het waait als een raket. En zijn jurk draagt, waait hij hier omhoog. Ja, dan mag je hem naar beneden houden. En dan hang je hem af van die tafelmagneten eraan. Weet je wel, die aan een tafelzeiltje doet buiten. Hang je die er maar aan. Blijf naar beneden hangen. Of ja, je moet hem vastbinden naar je benen. Maar dat gaat niet. Kan je niet lopen. Maar in ieder geval, ik heb er een legging eronder, dus valt het alweer mee. Maar ik zeg, nogmaals, geniet ervan wat jullie allemaal doen gaan. En ik spreek jullie later. Ja, lieve vrienden. Nou, dan zitten we dan met onze goede gedrag te wachten. En te wachten, en dan kom je even op Facebook. En wat merk je, tot je verbazing, kunnen ze niet komen. Ja. Zijn vrouw die heeft vannacht niet goed geslapen, ook vanwege de pijn die markeert, ook van alles en nog wat. En dan nou kunnen ze niet komen, want ze lag nog op bed. Oké, als ik een afspraak heb en ik heb 's nachts niet geslapen van de pijn en ik heb nog steeds pijn, dan zeg ik het niet af, ik maak mijn afspraak wel door, laat ik doorgaan. Of ik moet koorts hebben dat ik echt goed ziek ben, maar door pijn laat ik me niet klein krijgen. Nee, ik ga wel door. Ik slaap dan wel eens uit of wat dan ook, maar ik ga door. Ja, als ik tenminste een afspraak heb staan, dan sta ik ervoor en ook zelfs morgens. Maar voor diegene die vanochtend zou komen, daar heb ik toch niks meer voor te doen. Dus ja, die heb ik dus afgezegd van ja, ik vind het zonde van je tijd, die kun je beter aan een ander besteden. Dus zo van die doende. En nou ja, heb wel weer getypt, ik moet even kijken. Dus ja, dan zullen we het beleven hoe wat hoe de middag verder verloopt. Mijn hondje ligt lekker te slapen. En zijn vleesje staat al dooien, dus ja, dan kan hij straks vleesje krijgen. Kijken of hij dat wil eten. Hij heeft wel al een koekje gegeten. Ja, daar ben ik blij om. Dus ja, het zal wel weer goed komen. We zijn allemaal wel eens ziek, dus een dier net zo goed. Ze zeggen, we spreken elkaar weer. Nou, en meneertje daar, die heeft zomaar weer gegeten. Hij heeft er een klein beetje puinhoop van gemaakt en heeft ook nog wel weer wat laten staan. Maar het begin is er weer. Kijk, troep op de grond en dat is nog over. Maar ik ben trots op hem, ja. Hij heeft het weer goed gedaan, hè? Ja. Hij heeft het weer goed gedaan, onze knul. Onze grote kerel. En die is ook lief. En het waait, jongens. Moet je eens kijken naar die bomen. Waait het bij jullie ook zo? Het is vreselijk. Je waait zo wat uit je kleding vandaan. Maar in ieder geval, ik heb ook mijn eten voor mijn neus staan. Ik ga ook lekker eten en ik zal het jullie even laten zien. Witte bonen op tomatensaus met gebakken rookworst er doorheen. En een stukje vlees, een wijntje en een bakje koffie. Kan niet ontbreken. Nee, dat, ja, ik had vandaag een hele rustige dag. Viel ook niks te vloggen. Ik ben lekker voor mijn pc gezet. Ik heb plaatjes gemaakt. Ik ben op Facebook geweest. Ja, ik moet ook nodig naar YouTube, daar kijken wat ik gemist heb. Maar ja, als je dat gaat doen, vanaf de afgelopen tijden, dat mijn geluid niet goed was, het is nou weer redelijk.
Enkel, ik moet het nog over de boksen hebben waar het over behoort te gaan. Maar de echo, is eruit. Ja, gelukkig wel. Die is eruit gegaan. Tenminste, eruit gegaan. Dat heeft de zoon van mijn vriendin, die niet in beeld komt, die heeft dat voor mij gedaan. Dus daar ben ik al heel blij om, dat die echo eruit is. En nou moet het alleen nog over meerdere boksen, maar dat wist hij ook niet hoe dat moest. Dus ja, al lang al blij dat die echo eruit is. Dat, ik ga nou lekker eerst even bidden. En daarna ga ik eten. Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Toedeliedokie. Mijn hondje die ligt weer heerlijk onder mijn bureau. Ja, ja. Hé? Gaan we lekker slaapje doen, hè? Ja. Ja, lieve vrienden, ik kan er weer niet omdraaien naar mezelf toe. Want ja, het ligt brandweer. Ja. En de rest is al boven. Ik moet denk ik mijn computer nog uitschakelen. Meneertje blijft beneden. Ja. Of hij het nou leuk vindt of niet. Het gaat al wel aardig wat beter met hem, maar hij moet nog wel zijn rust nog steeds houden vanwege zijn achterpootjes. Ja. Dat, maar ik heb vandaag geen vlog in elkaar gezet. Nee. Ik maak er ook nog niet een einde aan deze, want morgen komt er weer bij. Ja. Want ik heb vandaag niet veel gevlogd, niet veel gedaan, ik had niet zoveel zin. En morgen is het, oftewel vandaag is het weer donderdag. Ja, het is, even zien, de veelste. Kunnen we dat zien? Nee, dat licht schijnt er. En ik zal hem even weer zo doen. Dan hebben jullie zicht op het rondje. Het is 1 uur 54, dus het is bijna 2 uur in de nacht. Ja, ja. Dat, ja. Dus het is weer donderdag. Het was woensdag, nu weer donderdag. Ja, dus ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen en tot aan de andere kant van de nacht. En dan gaan we weer rustig verder met de vlog. Ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen maar weer. En ik wens jullie van harte welkom. Maar niet bij een nieuwe vlog, nee. We blijven waar we gisteren gebleven zijn. Ja, en dan gaan we gewoon weer lekker verder. Het is 10 uur 58, het is donderdag 17 mei. Ja, en de beesten zijn allemaal binnen. Die loopt rond. Die loopt rond. Daar zit er een en daar loopt er een. Dat, ja, ze willen te eten. Meneertje, dat grote meneertje, die heeft eten gehad, maar die wil weer eens niet. Dus ja, die wil er eigenlijk het liefst vlees er doorheen. Maar het is niet altijd vleestijd, nee. Dus hij doet maar geduldig. Hij wacht maar en in ons ligt iets, komt er maar bij neer. Zo simpel is dat. Ja, dat ik ga een broodje klaarmaken en ik moet zo meteen nog even weg. Want ik heb geen kattengrit meer. Zou ik gisteren gehaald hebben, ben ik vergeten. Ja! Dus dat moet even gehaald worden. Dat komt allemaal goed en ik wens jullie allemaal natuurlijk een hele fijne dag. Ja, het is bewolkt, de zon die schijnt tussen de wolken door. Het waait nog steeds als een raket. En ik vind het niet bepaald warm, nee. Het is 11 graden, maar de wind zit in de verkeerde hoek. Dus kleed je goed aan. Ja, dat... En ik zeg, tot straks maar weer. Doei, doei. Zo, de kattengrit is weer binnen. 3 zakken gelijk gehaald. En een tas vol met boodschappen. En onderop ligt ook katten eten. En ik heb vleesje voor mijn grote kerel daar meegenomen. Dus ja, hè, kerel? Ja, oh, zit ook wat voor jou hier, ja. Maar je hebt daar nog brokjes. Eerst eten dat. Hé, hé. Hallo? Hallo? Daar, brokjes. Ga eten. Happy doen. Ja, goed zo. Grote jongen. Ja, dat...
Ook voor Karin heb ik wat opgestuurd, wat ik zelf ook had. Een doos met een soort met gelkussen erin. Die is nader onderweg, dat morgen kan ze mij krijgen. Dus ik zal haar straks even bellen. En ik ben back af, want wat, pff, ja, benauwd ook. Door die wind heb ik geen windscherm voor me nu. Dus ik ga zo meteen ook even bellen. En een beetje boos worden van mijn booster. Want dit gaat zo niet. Nee, mijn eigen heb ik een windscherm ervoor. Vanwege dat ik COPD heb. Ja, en met deze wind, nou, het snijdt je de adem af. Jeetje, mina. Ik zo hard rijdt dat ding ook nog niet eens. Dus ja, dat kan hem ook niet al leggen. Hij gaat met 13, 14 kilometer. En mijn eigen gaat 19 kilometer. Kun je nagaan. Maar mijn water heeft gekookt. Ik ga water op mijn koffie doen. En ik ga zo bellen. Ik denk ook dat Karin aan het werk is. Ik weet niet. Maar in ieder geval, dat merken we dan wel weer. Ik ga de boodschappen opruimen in eerste instantie. En dan koffie drinken. En dan komen we. Ja, Rebecca komt straks, dus dan hebben we ook weer koffie. Maar oké, ik zeg tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden. Ik heb mijn jas weer aan. Ik doe zo mijn zonnebril op. Ik heb de oude printer hek al in de tas zitten. En die gaat er zo mee. Die breng ik eventjes weg. Dan ben ik hem weer kwijt. En, ik neem deze camera, de huiscamera laat me zeggen, ook mee. En als ik iets moois zie, dan zal ik het uiteraard even vloggen. Zo niet, hebben we pech. Ja. Maar ik kom wel weer retour, ook als ik weer thuis ben, uiteraard. Mijn hondje die gaat oppassen. Maar ja, oppassen. Slapen. Want dat is... Oh, toch niet? Ben je alweer wakker? Hé? Je wordt weer even weggezonken, hè, kerel? Ja? Hé? Wil ik slapen, schat? Ja. Dus ja, ik neem jullie mee. Ik ga jullie in de tas doen en ik zeg tot straks. Mijn hondje gaat op blijdschap weer even eten. En dat droge brokken. Goed zo. Ja, we zijn weer thuis en ik had onderweg dus helaas niks gezien om te vloggen. Dus kom maar. Kereltje, ga je maar butten. Goed zo. Dat, ja, ik ben... Ik heb even boodschapjes gedaan, ook weer voor het hondje en voor de poesjes. Ja, die tijd gaan we weer in, dus ja, dat moet wel. En ik heb weer even een nieuw zomerjurkje gekocht. Ja, er is wat kleding kapot gegaan omdat het oud en versleten was. Ik ben daar in mijn buik dikker geworden. Dat komt omdat ik ook meer moet zitten, omdat ik niet lang kan staan. Ik sta nou dus wel, maar moet je niet kijken hoe ik ben, want ik ben back af door die rotbooster. Maar ik heb goed nieuws. Ja, ik ben blij. Vlak voordat we weggingen, nou, ging de telefoon. Ik stond er buiten, dus ik binnen, pak de telefoon. Was het dus de firma waar mijn booster staat. Hij is klaar, hij wordt morgenmiddag weer bezorgd. Helemaal goed. Gelukkig maar. Ik ga het bij... Oh nee, ik kan niet zitten. Ha! Ik zet jullie even neer. Wat jullie zien, weet ik niet. En het boeit me ook. Nee. Even deze zitten. En dan gaat de tas mee. Hier naartoe. Oh. Zo, haha. Nou, daar zitten we. Hé, Woefke? Ja nou, ja, vrouwtje heeft ook dingen voor jou. Ja, dat ga ik straks ook even vloggen, maar ik doe jullie nou even af, want ik ga eerst koffie maken en even uitrusten. En dan ga ik pas uitpakken, want er zit gelukkig niks in wat bederven kan, want het is geen eentjeswagen, nee. Dus bederf niet. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later.
Nou, ik had wat gekocht voor mijn hondje. Dat is een, hoe noem je dat? Een halsband om hem af te koelen. Ja, zien jullie hem nou beter? Weet ik niet. Dat is zo'n halsband en er zit spul in van het gel. Waar ik zelf voor mezelf ook een soort kussen had gekocht voor Karin. Voor Karin heb ik hem op de post gedaan vandaag. Dit is een halsband. Er zit ook van de gel in. En dan heb ik ook voor... voor het roefke. Zo'n koeling mat voor Docs. Gekocht. Daar heeft hij wat aan. Lekker om af te koelen als het straks heet is. En ik heb voor wanneer de avondvierdaagse voor start gaat een koelzakje voor een flesje drinken. Ja, nou helemaal mooi. Ik kan hem om mijn hals heen hangen, ik kan hem aan een broeksriem. Nou, een broeksriem gebruik ik niet, dus ja, ik kan hem om mijn middel heen doen. Ik heb al geprobeerd, dus. Nou, twee doosjes met parfum. En in die tas zit een nieuwe jurk. Die ga ik straks eerst passen. Ja. De kleur, die kan ik wel laten zien al. Ah. Ho. De kleur, nou, het is eventjes. Ja, wat is het? Zeg het eens. Het is niet rood. In de winkel wordt het net oranjeachtig. Het is een heel mooi kleurtje. Al zeg ik het zelf. Die ga ik dus straks even passen. Kijken hoe dat zit, of dat voegt. Want ik wou daar wel gaan passen, maar toen kom ik bij de paskamers en die waren allemaal bezet. Ik dacht, ja, bekijk het maar. En normaal neem ik de laatste, want het is ook de grootste. En dan kreeg ik mijn booster daar voor kwijt en dan kreeg ik hem toch in de gaten houden. Maar in ieder geval, ik denk, ik pas hem thuis wel, pas het in die kink zaterdag altijd weer terug om te ruilen. Ja toch? Nou ga ik aan de koffie. Koffie staat klaar. Is het alweer koud? Nou ja, afgekoeld. Dus ik zou zeggen, als ik hem aan heb, vlog ik weer even om te kijken, om het jullie te laten zien. Hoe en wat? Tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb hem aan. Ja, ik heb hem helemaal aan. Ik weet niet of jullie het zo zien. Oké, jullie weten, ik heb een dikke buik. Let daar niet op. Maar de jurk, daarop let ik. Ik zal ook even mijn ketting goed doen. Ga goed zitten. Zo, in de spiegel zie ik het. Nou, ik heb aan één kant, even zien, aan mijn rechterkant, is van onder is het ietsje hoger. Dan aan de andere kant. Dus het loopt overdreven, loopt het zo. Hij is echt helemaal leuk. Ja, ja. Hij is leuk. Ja, die dikke buik, hè. Ja, die dikke buik. Kan er niks aan doen. Het is nog allemaal zo. Zien jullie het? Ja, toch? We zien het toch wel? Ja. Ik vind hem geweldig. Ik vind hem helemaal leuk. Ja. Kijk, van onder een beetje. Diep, gerimpeld. Is toch leuk, die rimpeltjes? Ja. En dan weer omhoog. Ja, ik vind hem leuk. Gewoon leuk. Ja. En dan moet ook niet strakker. Dan pas ik weer niet. Ik zit er eigenlijk ook aan te denken van, moet hij nog een maatje groter? Maar, Chrisje zou vandaag komen. Dus dat vragen we dan even. Van, wat zeg jij? Moet hij een maatje groter of kan het zo? Maar ja, oké, Chrisje heeft ook een dikke buik. Dus wat dat er gaat, hè, moet kunnen. We worden er niet jonger op, alleen maar ouder op. Ja. Dat op die dikke buik na, mogen we er nog best zijn. Ja, vind ik van wel. Maar oké, lieve vrienden, dus dat kaartje hangt er ook nog aan, dus ik doe hem weer uit. En ik deem trouwens aan zonder de rits te openen, hè? Ja, top toch? En dan doe ik mijn andere jurk weer aan, die is wat warmer. Ja. En als Chrisje er is, doe ik hem gewoon weer aan. Want het is nou koud, dus daarom hou ik hem ook niet aan. En het kaartje hangt
dan ergens te bengelen aan mijn reeds. Ja, dus komt goed. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer 1 uur in de nacht geweest. En de vlog van gisteren en van vandaag gaan we vandaag ook afsluiten. Ja, dan is die lang zat. Dat is door ons mal weg ermee. En ja, die twee die leggen daar zo heerlijk. Leggen ze daar niet lief. Geweldig, die twee. Zo lief, zo lief. En het hondje ligt te dromen. Zijn pootjes gingen heen en weer. Echt zo lief. Ja, dat zou ik zeggen, lieve vrienden. Lekker slapen. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Morgen is het weer vrijdag, oftewel vandaag. En ik krijg vandaag ook Astrid weer, dus ja, of er gevlogd gaat worden, doe ik ook niet. We beleven het wel, ik weet niet waar je zin in hebt. Maar in ieder geval, ik ben dan met deze bezig over te zetten op mijn computer. Dit filmpje gaat er nog achteraan. En dan zal ik het in de videopad zetten. En dan kan die vannacht zijn werk doen. En dan gaat hij morgenochtend wel naar YouTube. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, nogmaals, tot morgen. Doei, doei.